Een echtelijke ruzie in een woning in Putten loopt fataal af. Een hartekreet van Gelderse milieuorganisaties voor het behoud van de natuur. Voormalig wielerprof Fedor den Hertog is na een lang ziekbed gisteravond in Ermelo overleden. Als amateur was hij de beste van de wereld. Goedenavond, dit is het nieuws van zondag 13 februari. Een 65-jarige man uit Putten is gisteravond om het leven gekomen na een ruzie met zijn vriendin. De vrouw van 49 is aangehouden. Volgens buurtbewoners waren er al lang problemen bij het stel. Zo zou de man te veel drinken en de vrouw behandeld worden voor psychische problemen. Gisteravond liep de zaak uit de hand. Om een uur of zes werd de politie gebeld door een buurtgenoot. En die vertelde dat er een conflict gaande was. En daarop zijn agenten direct naar de woning toegegaan. En daar troffen zij de zwaargewonde man aan. En ze hebben direct ter plekke medische hulp verleend, samen met andere medische hulpdiensten. Volgens buurtbewoners heeft de vrouw haar vriend geslagen met een koekenpan. Het slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij later in het ziekenhuis overleed. Volgens buurtbewoners en een huisvriend die ik gesproken heb, ging het al langer slecht bij dit stel. Er was vaker ruzie. En zelfs gisteren is er politie bij hen geweest. Maar die konden op dat moment niets doen. En toen ging het mis. Een buurvrouw werd te hulp geroepen en die heeft de politie gealarmeerd. Dat het zo uit de hand liep, kwam dan ook niet voor iedere buurtbewoner onverwacht. Ik weet wel dat ze niet helemaal... Ja, ze zeggen tegenwoordig, hebben ze niet helemaal op een rijtje. Maar dat kon je ook zien. Er zijn ook buurtbewoners die vinden dat de hulpverlening gefaald heeft. Extra pijnlijk is het dat de politie enkele uren voor het fatale incident nog op bezoek is geweest. De politie die is daar wel vaker geweest. En wat ik in dit kader kan zeggen is dat we ook een onderzoek doen naar wat er exact gebeurd is, ook voorafgaand aan het incident. De 49-jarige vrouw uit Putten zit nog vast en wordt verhoord. 15 Gelderse milieuorganisaties willen bij de provincie een burgerinitiatief indienen om de natuur te behouden. De organisaties vinden dat het huidige kabinet te weinig investeert in de natuur. En daarom doen ze nu een beroep op de provincie. Goed mensen, hartelijk welkom. Tientallen mensen kwamen vandaag naar de top van de Postbank bij Reden voor de kick-off van het burgerinitiatief. De milieuorganisaties vragen om behoud van de ecologische hoofdstructuur en geld om natuurgebieden te behouden. Ze hebben 750 handtekeningen nodig om het onderwerp op de agenda van Provinciale Staten te krijgen. Ik onderteken dit omdat ik het belangrijk vind dat de Gelderse natuur in ieder geval kan blijven zoals die is. En bij voorkeur nog een stukje verbeterd wordt. Een hartekreet, dat zegt alles. Vraagt u nu de provincie om in het gat te springen dat het kabinet laat liggen door de bezuinigingen? Voor een deel wel, want het beleid van het Rijk zegt van dat de provincies nu natuur- en landschapsbeleid over moeten gaan nemen. En wij vragen dus de provincies om dat ook te doen. Kunt u niet beter gewoon wachten tot de volgende Provinciale Statenverkiezingen? Nee, wij horen natuurlijk uit Den Haag allerlei geluiden van noodwetten tot draconische maatregelen die veel verder gaan dan in allerlei andere sectoren. Dus treedt gewoon een enorme kaalslag op. Met de verkiezingen voor de deur zijn er ook genoeg politici te vinden die dit initiatief steunen en een uitgesproken mening hebben. Wij ondersteunen in principe het burgerinitiatief. En uiteindelijk gaan we in de Staten een beslissing nemen. Dus wat wij ook niet goed vinden, zijn die exotische dieren. Dus die vincenten en Schotse hooglanders en koniepaarden. Nou, die moeten of koniepaarden in de Polen, Schotse hooglanders in Schotland en hier onze eigen natuur. U wilt geen buitenlandse dieren hier binnen? Geen geïmporteerde dieren. De handtekeningenactie duurt nog tot 23 februari. De politie heeft twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de moord op de 53-jarige Harry Schievers uit Nijmegen. Het gaat om een 49-jarige inwoner uit Kuik en een Nijmegenaar van 27. De politie wil niet zeggen waar de twee van worden verdacht. Harry Schievers werd vorig jaar juli doodgeschoten nadat overvallers zijn huis aan de Danielsweg waren binnengedrongen. Het slachtoffer runde een wietplantage. Volgens de politie ligt daar het motief van de gewelddadige overval. De politie verwacht op korte termijn nog meer verdachten aan te houden. Justitie heeft €20.000 uitgeloofd voor de gouden tip. Oud-wielerprof Fedor den Hertog is op 64-jarige leeftijd overleden. De Olympisch kampioen uit Ermelo was al geruime tijd ziek.
Den Hertog vierde zijn grote successen als amateurrenner met als hoogtepunt de gouden medaille tijdens de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico. En zo jaagde ze zichzelf voort, 2 uur en bijna 8 minuten lang, tot over de finish. Nederland bovenaan voor de eerste maal bij deze Spelen. Pijnen, Den Hertog, Krekels en Zoetemelk. Fedor Den Hertog werd ook wel Iwan de Verschrikkelijke genoemd omdat hij zoveel prijzen won. Daarnaast stond hij bekend als excentriek. Den Hertog bedacht revolutionaire trainingsmethodes en experimenteerde met voedingsmiddelen. Iedereen die probeert wat uit en iedereen doet het op zijn eigen manier. De een die kan het misschien wel met doping doen of met allerlei injecties. Ik probeer het gewoon met kruiden uit. Joop Holhausen koerste ooit samen met Den Hertog en schreef een boek over hem. Er was een soort waas van mystiek rond deze man. Dat had te maken met zijn afkomst. Een moeder uit de Oekraïne. Een vader die godsdienstwaanzinnig was. Waardoor hij een zeer ongelukkige jeugd heeft gehad. En dan zijn fenomenale rijden als coureur. Dus als amateur was hij de beste van de wereld. Fedor Den Hertog maakte relatief laat de overstap van de amateurs naar de professionals. Hij kreeg veel aanbiedingen, maar wilde zijn vrijheid niet inleveren. In 1974 maakte hij de overstap. Volgens kennis had hij zijn beste jaren toen al gehad. Den Hertog zegt later in een documentaire van TV Gelderland dat hij op dat moment, hij was pas getrouwd, geld nodig had. Ja, van die bekers en dat beetje zakgeld, daar kun je niet een gezin of wat ook. Dus ja, ik heb toen gewoon voor het geld gekozen eigenlijk. Maar dat was eigenlijk te laat. Toen was Federal over zijn hoogtepunt heen. Wat ook een belangrijke rol heeft gespeeld is het feit dat de mentaliteit van de profs niet bij zijn eigenzinnige manier van rijden paste. Hij heeft nooit vrienden gemaakt bij de professionals. Dat Fedor Den Hertog een eigenzinnige man was, blijkt eens te meer toen hij 3 jaar geleden te horen kreeg dat hij prostaatkanker had. 18 februari 2008 kreeg hij te horen in het Haagse ziekenhuis. Meneer Den Hertog, u bent ongeneeslijk ziek. En toen zei hij van, ik ben niet ziek, ik heb een symptoom. En een symptoom kun je bestrijden. Je kan natuurlijk alle etiketjes opplakken en ja, je hebt dit en je hebt dat. Je moet het natuurlijk niet ontkennen. Maar be yourself, hè, gewoon jezelf blijven en durven leven. Fedor Den Hertog is 64 jaar geworden. En de documentaire over Fedor Den Hertog die wij in 2009 maakten is morgenmiddag om 16:30 nogmaals te zien op TV Gelderland. NEC won vanmiddag thuis met 2-0 tegen Excelsior. Nicky Zimlin maakte alle 2e doelpunten. Vitesse verloor gisteravond bij FC Twente met 1-0. De Arnhemmers begonnen slecht aan de wedstrijd, maar kregen uiteindelijk nog een aantal kansen om 1-1 te scoren. Ik denk dat we de eerste helft dat we weggespeeld waren door FC Twente. FC Twente die zet ons goed onder druk. Ja, Twente ja, speelde ons eigenlijk een beetje van het matje de eerste helft. En in de rust hebben we gewoon aangegeven dat we ja, van onze eigen kracht moeten uitgaan en zelf moeten gaan voetballen. En het is de tweede helft beter uitgekomen. Ja, dan zie je waar toen we in staat zijn. We drukten Twente zo ver achteruit. En, ja, het geluk zit, dat zit niet aan ons zijde vandaag. Want jullie kregen nog best een aantal kansen. Ja, ik denk nog 200% kansen zelfs. Met welk idee kijk je nou op vanavond terug? Ja, ik met een baalgevoel eigenlijk. Omdat de tweede helft eigenlijk op zich een gelijkspel hadden verdiend. En als die dat dan niet invliegt, is het heel zuur, ja. Voor een paar euro lekker knutselen of andere leuke dingen doen zit er voor kinderen in Neede niet meer in. Want na 40 jaar stopt kinderwerk ermee. Zometeen meer. Het transportbedrijf Transit Logistics in Zevenaar is failliet. Ook een zusterbedrijf in Doornenburg is over de kop. Door het faillissement staan 55 medewerkers op straat. De curator onderzoekt hoe de bedrijven in de problemen zijn geraakt. In de Arnhemse wijk Presikhaaf zijn dit weekend de benzineleidingen van meerdere auto's doorgeknipt. Volgens de politie gebeurde dit op de IJssellaan. Vermoedelijk is dit het werk van benzinedieven. De politie heeft tot nu toe 1 aangifte binnen en is een onderzoek begonnen. Bij het dance-evenement Hard Bass in het Arnhemse Gelredome zijn vannacht 139 bezoekers aangehouden. Ze hadden allemaal drugs bij zich. 1 bezoeker had zelfs 42 ecstasypillen op zak. Het dancefeest was met ruim 25.000 bezoekers uitverkocht. De fietser die gisteren bij een verkeersongeval in Brummen om het leven kwam, is een 88-jarige Brummenaar. De man heeft mogelijk bij het oversteken een kraanwagen over het hoofd gezien. Die kon het slachtoffer niet meer ontwijken. De Brummenaar was op slag dood.
Duitse media speculeren over een bezoek van koningin Beatrix aan de grensregio in april. De koningin brengt dan samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima een staatsbezoek aan Duitsland. Volgens de Duitse media komt ze dan mogelijk ook naar Kleef of Emmerich. Nu ook op uw mobiele telefoon altijd en overal het laatste nieuws bij u in de buurt. Omroepgelderland.nl. Nu ook op uw mobiel. Veel teleurgestelde ouders en kinderen vandaag in Neede. Want na 40 jaar komt er een einde aan het project Kinderwerk. Kinderen konden wekelijks voor een paar euro meedoen aan allerlei activiteiten. Zoals knutselen, fotograferen of leren koken. Maar nu de gemeente Berkelland moet bezuinigen, is dat verleden tijd. Ja, dat is heel spijtig, heel jammer. Niet zo leuk. Jammer. Heel jammer. Heel erg jammer. Het is wel duidelijk wat ze hier in Neede vinden van het besluit om het kinderwerk volledig af te schaffen. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente alleen nog wil investeren in jongerenwerk. Ik snap niet dat er bezuinigd moet worden, maar gewoon het kinderwerk gewoon weghalen vind ik geen bezuinigingen meer. Dat vind ik zulke drastische maatregelen. Dus ja, wat kun je eraan doen? Wekelijks komen hier in het Bastion zo'n 150 kinderen. Knutselen, een speciale fotoshoot of spelletjes doen. De gemeente zet overal het mes in. Ouders, maar vooral ook kinderen, zijn diep teleurgesteld. Ze gaan de kinderclub flink missen. Omdat het wel leuk is en dan heb je nog ook nog wat te doen als je niks te doen hebt. Omdat je mag zagen en timmeren. Mijn dochter die heeft kattentheater hier gedaan en ja, het was gewoon ontzettend leuk. Ik vind het echt heel erg jammer. De kinderen hebben hier hartstikke veel plezier. De koolclub waar mijn dochter ook bij zit en andere dingen waar ze naartoe kunnen gaan. Er is veel belangstelling voor. In de gemeente Berkelland wordt niet alleen hierop bezuinigd. Ook sportclubs en muziekscholen zijn zwaar gekort op hun subsidies. Nu het kinderwerk ook stopt, is het de vraag of er nog iets voor terugkomt. Ik denk dat basisscholen, peuterzalen, noem maar op, dat die wat meer activiteiten misschien. En zo speelt in de berg in Neder. We hopen dat die dat wat meer op gaat pakken. Dat het niet echt gaat verdwijnen. Tot zover het nieuws van vandaag. Zoals elke zondag blikken we ook terug op het nieuws van de afgelopen week. Gisteren toen werden wij vreselijk opgeschrikt door groot gebong boven ons huis. En de enige zoeker bleek dat een helikopter te zijn. Toen dachten wij onmiddellijk, dit is Foute Boel. Foute Boel in Aalten. Een verwarde man gijzelt een medewerkster van de drogist. Uren later geeft hij zich over aan de politie. De verdachte van de moord op hobbyfotograaf Henk Peters uit Doorwerth gaat vrij uit. Het lichaam van Peters is nooit gevonden. Zonder lijk kan moord niet worden bewezen, zegt de rechter. Tot woede van de zussen van Peters. Waardeloos. Het rechtssysteem in Nederland is gewoon waardeloos. Doetinchem weigert te betalen voor het onderhoud aan de toiletten op de stations. En dat is vervelend voor de reizigers, omdat er ook geen wc in de trein zit. Prinses Maxima bezoekt de voedselbank in Arnhem. Veel medewerkers willen graag een praatje met haar maken, maar dat zit er niet voor iedereen in. Nee, maar ik heb wel gesnoven of ze lekker rook. Ja. En? Ze rook lekker. De inspectie voor de gezondheidszorg voert verscherpt toezicht in bij het Koningin Beatrix ziekenhuis in Winterswijk. Want er gaat veel mis. Zo is de overdracht van en naar de operatiekamer van patiënten onvoldoende. De medicijnen worden niet goed genoeg gecheckt en het schort nogal aan de hygiëne. De operaties mogen wel gewoon doorgaan. Shirtsponsor Centric stopt per direct als sponsor van de Graafschap. Gerard Sanderink, directeur en eigenaar van Centric, voelt zich niet serieus genomen door de club. En ook komt er een einde aan het contract tussen de Graafschap en trainer Darije Kalesic. Schaaf. Echt een droom. Zanger Frans Duits geeft een megaconcert op de Tielse Waalkade op 28 mei. Dan ben ik jarig. En voor het weer gaan we naar Wageningen, naar Dennis Wild. Het was dan niet overal even fraai weer vandaag, maar het bleef wel droog. Een verademing na een paar natte dagen. Op sommige plekken hardnekkige laaghangende wolkenvelden, nevel en op een enkele plek ook een grondmistbank. Maar dat loste wel weer op, dat grijze spul. Vanuit het westen kwam er al snel wat nieuwe bewolking dichterbij op nadering van een storing die morgen weer wat regen gaat brengen. Maar vandaag dus op de meeste plaatsen droog en nog steeds hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Dus prima fietsweer. Vanuit het westen dikker wordende bewolking op nadering van deze storing. Ja, en die gaat morgen dus weer over de provincie trekken. En morgenavond komen we dan weer aan de achterzijde terecht met dan een paar opklaringen in de nacht naar dinsdag toe.
Vandaag ook hier en daar een waterig zonnetje. Soms brak het eventjes helemaal open. Maar vanuit het westen ook weer de hogere en middelbare wolkenvelden van die nieuwe storing die over de provincie trokken. Nou, vannacht blijft het toch op de meeste plaatsen droog, met een paar spaarzame opklaringen zelfs en temperaturen die rond 3 of 4 graden gaan uitkomen. Een wind daarbij uit een zuid- tot zuidoostelijke richting die veelal matig is nog, maar morgen verder gaat afnemen. Dan zien we wolkenvelden die ook dikker gaan worden in de loop van de dag. En vanuit het westen gaat het dan op veel plaatsen regenen. Maar het kan nog een tijdje duren voordat de regen ook in de Achterhoek aankomt. Uiteindelijk wordt het overal nat en trekt de regen morgenavond langzaam weer de provincie uit. Temperaturen morgen, ja, nog steeds aan de hoge kant, met vooral in de ochtend hier en daar nog een zonnetje. Rond een graad of 10 wordt het morgen, met een afnemende zuid- tot zuidoostelijke wind die zwak tot matig wordt, de windkracht 2 tot 3. Dan in de nacht naar dinsdag dus opklaringen en temperaturen die dalen tot dicht bij het vriespunt op sommige plaatsen. De bewolking neemt ook alweer toe en misschien dat er dinsdag overdag een spatje regen gaat vallen. Daarna wordt het droger, met ook meer ruimte voor de zon, maar met een naar oost draaiende wind ook kouder. Overdag 3 of 4 graden en tijdens de nachten gaat het gewoon weer licht vriezen. Dit was het nieuws van zondag 13 februari, waarin u zag dat een 65-jarige man een echtelijke ruzie in zijn huis in Putten niet overleefde. En dat de Gelderse milieuorganisaties met handtekeningen een beroep doen op de provincie voor behoud van de natuur. Dit was het nieuws. Nog een fijne avond verder. We kijken naar